Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Jongens, je kunt wat regen buiten horen, want het is vandaag echt een super regenachtige dag. Ik hoop dat wanneer deze video online komt, jullie dag er een stuk beter uitziet. Maar vandaag is er echt veel regen. Maar goed, welkom bij deze nieuwe testvideo, want vandaag ga ik weer een hoop nieuwe make-up testen. Betaalbaar en wat duurder. Het meeste echter is betaalbaar, dus dat is altijd extra leuk. En het is weer gewoon echt een full face met make-up, dus ik ben er weer heel enthousiast over, want van sommige producten ben ik echt sowieso benieuwd wat ik ervan vind. Alles is nieuw, alles is ongebruikt, dus het wordt echt een first impression video. Zelfs de foundation is nog ongebruikt. Ben ik niet zo'n fan van. Normaal gebruik die al wel, just to be sure. Maar ik had geen tijd. Dus dit wordt ook de eerste keer dat ik die gebruik. Ik zal ook een update posten onderin in de beschrijving. Hoe lang alle make-up bleef zitten. En ja, ik ben gewoon weer heel enthousiast om dit samen met jullie te doen. Dus ik hoop dat jullie weer gaan genieten van de video vandaag. Vind je het nieuw leuk? Vergeet dan niet alvast te abonneren en te liken. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke zondag om 12 uur. En dan gaan we snel beginnen met deze review video. Oké, jongens, even een fun fact. Ik ben gebruind. Jullie weten, ik gebruik altijd een bruiningsmousse. En meestal van Bonnie Sands. Deze keer echter ben ik het dus gisteravond vergeten. Maar ik had ook een 1-hour express foam. En die moet je al bruin maken binnen een uur. Die heb ik vandaag voor de eerste keer gebruikt. Ook van Bonnie Sands. No spon. Dit is gewoon, heb ik gewoon... Ik vond het gewoon een leuk ding. En het heeft echt gewerkt. Ik heb het maar 2 uurtjes opgehouden. En ik ben echt lekker bruin. So I love it. Normaliter moet ik hem 8 uur ophouden. De normale mousse. Maar ja, als je dus die van 1 uur haalt, ben je lekker bruin binnen een uur. Dus echt fantastisch. Maar goed, daar gaat het vandaag niet over. Ik heb al deze goodies die ik vandaag ga testen. Ik hoop dat de foundation nog matcht. Want ik ben dus nou ietsje bruiner, maar ik hoop het wel. En we gaan vandaag beginnen met het gezicht. Het enige wat ik heb gedaan is mijn Wenkies dagcreme SPF. En that's it. Ik gebruik ook de SPF van Bonnie Sands. Dit lijkt wel een Bonnie Sands promo. Is het niet, maar deze is echt heel fijn voor je gezicht. Vergeet je SPF nooit. Heel belangrijk. En ik ga beginnen met een primer. Van Queen Tarzi heb ik hier de Dream Primer. Illuminating primer. Dus oftewel, hij geeft de glans aan je gezicht. Deze heb ik hier echt al weken liggen. Oh my gosh, het wordt echt tijd dat ik hem test. Dus ik ben heel benieuwd. Hij is moisturizing, long lasting en plumping. Dat staat hier achterop. Dus I love it. Ik ben benieuwd. 1 tot 2 pumps is genoeg, staat hier. Dus we gaan de 2 doen. Because more is more in mijn boekje. Oeh, het heeft ook een lichte kleur. De meeste primers zijn wit. En je kunt hem over je gezicht aanbrengen. Je nek en je borst staat op het flesje. Maar ik doe voor nou even alleen mijn gezicht. Oeh, wat een mooi effect. Kijk even die glans. Ook heel mooi dat het niet wit is. Het maakt ook echt je gezicht een beetje smooth. Oh, I like it a lot. Misschien ook mooi met een no make-up day. Oh, ik snap dat het ook heel mooi is als je het zo op je nek en je borsten aanbrengt. Maar ik heb hier al een glans, zoals je ziet. Oh, I like it. Het is ook een beetje plakkerig, een beetje vettig. Vind ik altijd fijn met mijn droge huid. Oh, ik ben in shock. Het is wel heel vettig. Ik weet niet of iedereen daarvan houdt. Ik wel. Ik vind dat juist heel fijn. Oh, I like it a lot. Dat had ik niet verwacht. Of ja, ik weet niet waarom ik het niet had verwacht, maar oké. Oh, fantastisch. Even een beetje laten intrekken. Wow, dit is echt een fantastisch product. Oké, we gaan verder met de nieuwe foundation. Van Maybelline heb ik hier de Super Stay 24-Hour Skin Tint in de kleur 21. Ik zie alleen 21 erop staan, dus geen kleurnaam. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dat de kleur is. Deze heb ik by the way allebei gehad in PR. Er zit ook vitamine C in en het is een skin tint. Dus waarschijnlijk niet heel veel dekking. Vind ik op zich wel fijn. Vooral omdat ik deze prachtige primer eronder heb. Dus dan kan die nog een beetje doorschijnen. En het geeft een lichte glanzende finish. En het is zweet- en waterproof. En je kunt hem dus echt 24 uur ophouden. Ik weet niet wie zijn make-up zo lang überhaupt wil ophouden. Maar goed, het is nu 2 uur in de middag. Ik ga nog vanavond uit eten. Dus ik ga hem ook echt de hele dag ophouden. Dus ik ben benieuwd of je ook echt de hele dag goed blijft zitten. Maar nogmaals, dat zal beneden staan in de beschrijving.
beschrijving. Ik hoop dat de kleur goed is. Ik denk het op zich wel. Wel een beetje een neutrale ondertoon. Dat is niet per se mijn ondertoon. Ik gebruik mijn Amazing Spons van She Glam. Als je de video hiervoor hebt gezien, dan heb je gezien hoe fantastisch ik deze vind. Ik gebruik altijd een spons. Alleen met een stick gebruik ik een kwast. Maar voor de rest breng ik altijd aan met een spons. Met zulke skin tint dingen. Je kunt het ook gewoon aanbrengen met je vingers. Oh, de kleur is goed. Het heeft dus een lichte dekking. Dus de kleur zal bijna altijd wel goed zijn. Omdat het dus niet super veel dekt. Oh jongens, ik vind het allebei nu al mooi. Vooral deze combinatie zo. Geeft je echt een no make-up look effect. Ik ging vandaag niet echt per se voor een natural look. Ook omdat ik een wat meer heftig oogschaduwpaletje heb vandaag. Dit zou zeker een goede combinatie zijn gewoon voor de everyday look. Als je wat meer dekking wilt, moet je gewoon wat meer concealer aanbrengen. Skin tints blijven normaliter niet heel lang goed zitten. Dus ik ben benieuwd of je dat gaat doen. I like it a lot. Dus zien we dit. Het is gewoon alsof ik niks heb op mijn gezicht. Alsof ik een straal van binnenuit. Ik heb een nieuw gezichtspaletje, maar ook een nieuwe concealer. Ik ben even aan het twijfelen welke ik eerst ga gebruiken. Ik denk dat ik ga beginnen met het paletje. Ik heb van Catrice het Magic Shaper Face Cream paletje. In de kleur 010 Holy Grail. Dit is een volledig gezichtspaletje. Met bronzer slash contour, blush en ook een beetje highlight. Dit zijn alle creams, alle kleuren. Heel mooi. Alles is mat behalve deze twee kleuren hier. Die hebben allebei een lichte glans. Je kunt hier echt heel veel mee doen. Heel handig ook voor op reis. Zo'n heel klein paletje. Ik mis alleen wel een spiegel. But it's okay. Dus ik ga even hiermee contour aanbrengen. Misschien ook een klein beetje highlight. En deze als blush. Kijken welke contourkleur ik ga doen. Ik denk dat ik voor deze kleur ga. Deze is wel echt heel erg donker. Dus ik pak gewoon deze kleur. En die breng ik gewoon aan op alle contourplekken. Ik heb al zo lang niet meer zo oldschool contour aangebracht. Is dit nog iets voor wat we doen? Of is het nou een beetje 2016? But I don't care. Ik doe altijd gewoon wat ik mooi vind. En niet per se wat nu in is of de hype is. If it ain't broken, why fix it? Ik zal ook een beetje op mijn neus aanbrengen. Doe ik normaal niet, maar het is een testvideo, dus nu wel. Zo, een mooie neuscontour. Ik breng ook een beetje aan tot aan mijn wenkbrauw. Want dat heeft dan het meest een naturel effect. Ik zal voor de lol ook gewoon een beetje om mijn lippen aanbrengen. Waarom doe ik dit? Want dan lijken je lippen straks ietsje voller. Dus dit is een hele handige techniek als je wat vollere lippen wilt. Wel goed uitblenden, of course. Zo, het is wel echt super creamy. Dan ga ik ook blush aanbrengen. Ik ga deze roze aanbrengen. Die doe ik gewoon even met de andere kant. Ik hoop dat dat gewoon lukt. Jongens, het is echt een super creamy paletje. Oeh, mooie kleur. I like it. Dan hier nog een streep. En dan misschien ook nog een beetje van deze highlight kleur. Zou ik normaal ook eigenlijk niet doen. Maar nogmaals, het is een testvideo. Dus laten we die ook maar aanbrengen. Nou is alles wel heel hoog. Ik hou van alles heel hoog, want dan heb je echt een gelift effect. Als je dit allemaal te laag gaat aanbrengen, zakt je gezicht letterlijk in. En dat wil je niet. Dus ook als je het gaat blenden, je blendt omhoog uit. Oh wacht, ik ga ook nog een beetje contour aanbrengen bij mijn kaaklijn. Om wat kaak te creëren. Jongens, ik heb geen kaak. Gewoon helemaal niet gewoon. En dan zo hier een beetje omlaag. En dan gaan we blenden. Ik blend dit gewoon allemaal zo samen. En omhoog blenden, niet vergeten. Het blendt echt super makkelijk uit, jongens. Echt heel creamy. En het blendt ook niet helemaal weg. Af en toe heb je creams die makkelijk blenden, maar echt gewoon helemaal wegblenden. Ik vind die highlight ook mooi. Je kunt me ook gewoon nog echt zien. Dus dat is ook fijn, terwijl ik helemaal niet heel veel ervan heb aangebracht. Kijk, je ziet hier echt nog een beetje die glow. Oh, ik vind het mooi. Ook makkelijk en snel. Het is wel echt heel fijn. Prachtige contourkleur. Perfect voor mijn huidskleur. Jongens, ik ben een beetje in shock. Ik had niet verwacht dat ik het zo goed zou vinden. Jongens, echt waar. Trust the process. Dit gaat mooi zijn straks. Dit paletje is echt super goed. Vooral voor die lage prijs. Dit ging echt makkelijk en super snel. Ook die blushkleur. I'm just so happy, oké. Want ik moet nog weg vandaag. Dus als het er niet uitzag, had ik me weer helemaal opnieuw moeten opmaken. En als er één ding is dat ik echt haat, is als ik me twee keer moet opmaken. Ik wil me gewoon één keer opmaken en that's it. Oh, echt heel mooi dit. Nou, gaan we in met concealer. Van Kylie Cosmetics heb ik de Power Plush Longwear Concealer in de kleur 2W. Laten we allereerst beginnen over dat ik deze online heb besteld. En hij is echt veel te licht.
Het is de kleur 2W, maar de girl heeft echt een te lichte kleur gekozen. Maar het is al fijn met concealer. Je kunt beter voor te licht gaan dan te donker. Te licht valt nog mee te werken. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Oeh, een hele kleine applicator. Het is echt heel licht, dus ik wil niet te veel aanbrengen, maar... Op zich, ik hou wel van een hele lichte onderoog. Volgens mij dekt hij goed. Hij is helemaal mat. Als hij goed is, ga ik hem zeker ook even in een andere kleur halen. Ik weet dat Kylie Cosmetics niet meer zo popiopie is als dat was. Omdat ze gewoon te veel uitbrengen. Oh my gosh, er is gewoon bijna elke maand is er wel weer iets nieuws. En als ze zoveel uitbrengen, ja, dan worden mensen gewoon wat minder enthousiast over alle producten. Dus... Ja, ik hou het in ieder geval allemaal echt niet meer bij. It's just way too much. Maar ik dacht, ja, ik ga wel gewoon weer iets van haar proberen. En ik dacht, ik moet weer een goede concealer hebben. Dus laat me die proberen. En tot nu toe, I'm happy. Hij dekt goed. Hij heeft een medium dekking. Het is een beetje een naturel matte finish. En ondanks de iets te lichte kleur, I can make it work. Ook heel mooi zoiets als een ombre effect op die blush. Maakt ook de blush weer ietsje minder. Dat is op zich wel goed. Dat is ook waarom ik cream blushes met contour onder mijn concealer aanbreng. En niet eroverheen, want dan is het vaak too much. Dus op deze manier heb je zo'n heel mooi ombre effect. Maar met wat er nog een beetje op de spons zit, breng ik ook een beetje hier aan. Om het wat strakker te maken hier allemaal. En dan gaat er ook een beetje weg van die kaakcontour. Oogt het allemaal ietsje meer natuurlijk. Mooie concealer. Wel echt een medium dekking. Niet een fully dekkende concealer. Maar I like it. Het blendt ook goed in de huid. Jongens, deze video vandaag gaat hartstikke goed. Oké, ik ga even wat poeder aanbrengen. Ik kom zo bij jullie terug. 5 minutes later. Jongens, echt elke amazing. Ik heb wat poeder aangebracht op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. Dus om het een klein beetje mat te maken op de T-zone. Maar ik vind het zo mooi, zelfs de blush. Ik wil eigenlijk wel ietsje meer blush. Wat ik doe als de blush een beetje is vervaagd. Je zou kunnen ingaan met een poederblush. Maar ik wil echt gewoon deze kleur hebben. Dus ik pak gewoon nog een beetje van die poederblush op zo'n stippling brush. En dan breng ik het gewoon nog een klein beetje aan. Wow, er is wel echt veel pigment, oké. En dan breng ik het gewoon nog een klein beetje extra aan. Ik wilde een klein beetje aanbrengen, maar ik had even niet helemaal door hoeveel pigment deze blush heeft. Maar goed, je kunt gewoon nog een klein beetje zo aanbrengen. Niet te veel, want cream op een poeder aanbrengen raad ik niet per se aan, omdat het dan niet meer zo goed uitblendt. Maar als je het gewoon zo heel subtiel doet, dan kan het gewoon wel. En dan kun je ook altijd nog een beetje eroverheen gaan met je spons. Dan misschien ook nog een klein beetje van de highlight. Gewoon een klein beetje met mijn vinger. Dan gaan we nu beginnen aan oefenen. Ik heb een nieuw paletje. Van NYX heb ik het Ultimate Paradise Shock paletje. Dit is een van hun nieuwe paletjes. Dit is de nieuwe versie van hun oude paletjes. In de NYX video heb ik de andere kleur al getest. Was ik echt heel happy mee. En nu ga ik voor de iets meer feldere kleurtjes. En dit zijn dan alle kleuren. Het is best wel alsnog een neutraal paletje. Ondanks dat je ook wel wat felere kleuren erbij hebt. Het is echt vooral een tropisch paletje, vinden we niet? Het is een beetje safari vibes of zo. I like it. Dus dit is echt de perfecte combinatie van neutraal, maar ook fel. Dus dit is een ideaal paletje voor een felder everyday ooglook. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus hiermee gaan we even een leuke look creëren. Ik heb jullie een klein beetje ingezoomd, zodat jullie alles wat beter zien. Ik heb nog geen idee wat voor look ik ga creëren. Ik vind dit wel echt een hele leuke kleur. Dus ik ga even kijken of ik die misschien ergens erbij kan doen. Maar ik ga er gewoon iets van maken. Ik ga eerst beginnen met deze lichtmatte neutrale kleur. Die breng ik aan met een hele grote fluffy kwast. En echt best wel hoog. Helemaal tot aan mijn wenkies. Dit wordt echt de base kleur. Dan ga ik in met deze matte oranje kleur. Ja, oranje. Het is een beetje bruin oranje. En met een iets kleinere fluffy kwast ga ik ook weer in mijn crease. Maar ik blijf een beetje onder die kleur van net. Dus ietsje lager. Dan ga ik in met deze beetje rode oranje kleur. Het is een beetje een donker oranje kleur. En die gaat ook nog steeds in mijn crease. Maar ook weer nog ietsje lager en ietsje dieper in mijn crease, zeg maar. Ik druk iets meer erin. En deze is om een beetje wat meer diepte te creëren. Hele mooie kleur ook. Kijk, zie je nou het verschil met hier en hier? Nou heeft het echt meer een iets meer diepere 3D effect, zeg maar. Dan ga ik twee kleuren mixen. Deze groene kleur en deze bruine kleur. Ik ga ze gewoon letterlijk zo mixen met één kwast. En deze kleur gaat in de buitenste ooghoek.
Ja, deze twee kleuren mixen was echt de perfecte beslissing. Nou heb ik echt zo'n bruine, groene vibe going on. Dat was echt waar ik voor ging. Dan wil ik ingaan met deze beetje roze kleur. Dit is echt een testvideo, dus ik wil gewoon zoveel mogelijk kleuren aanbrengen als dat kan. Wauw. Oké, ik had niet verwacht dat die zo heftig zou zijn. Omdat ik wilde er nog een andere kleur overheen doen die nog heftiger is. Want ik had niet verwacht dat deze al gelijk zo heftig zou zijn. Maar kijk even dit. Stop it. Wauw. Dit is echt heel mooi. Ook niet al te roze. Best wel een meer neutrale roze. Dan wil ik ook nog ingaan met deze kleur hier. Die lijkt wat heftiger. Maar deze is al zo heftig dat ik nou echt iets zeg van hoe heftig is dan deze. Dit is wel echt een andere vibe. Is meer groenig, een beetje holographic groenig. Maar ik denk wel ook heel mooi van erop. Ja, qua heftigheid it's the same thing. Maar ook wel mooi zo gemixt. We zijn vandaag echt kleuren aan het mixen, jongens. Lekker spelen met make-up. Dat is waar ik van hou. Lekker hoog ook aanbrengen. Dat als ik je recht aankijk, je het gewoon nog goed kunt zien. Want de girl heeft hooded eyes. Hooded oogleden. En dan pak ik die kwast van net. Die ik dus hier in de ooghoeken heb gebruikt. En dan ga ik die kleur nog een beetje inbrengen. En mixen met de glanzende kleur. Ik heb verder geen oogschaduw meer mee opgepakt. Dit is echt alleen om een beetje te mixen. Wauw, ik vind het echt super mooi. Deze paletjes van NYX zijn echt zo goed en echt betaalbaar ook. Dus dat is echt de perfecte combinatie. Maar dit is wel echt super mooi. Oh my goodness. Ik wil ook per se nog deze fel gele kleur gebruiken. Hij lijkt mat, is hij niet. Hij heeft ook niet zoveel glans als deze van net. Maar er zit een hele lichte glitter doorheen. Maar ik denk dat het niet zo goed oppakt op beeld. En wat ik dan eigenlijk nog wil doen is deze kleur een beetje aanbrengen als een soort van pop van kleur. In de binnenste ooghoek en dan best wel veel. Echt heel dit binnenste stuk. Wauw, ook heel veel pigment. Ik heb twee laagjes aangebracht. Het is niet super fel, dat niet, maar voor mij wel fel genoeg. Ik denk dat als je het nog feller wilt hebben, dan moet je er gewoon een beetje concealer onder aanbrengen. Dan wordt het zeker wat feller, maar ain't nobody got time for that nu. Dus we doen het gewoon even zo. En dan weer een beetje inblenden met die glanzende kleur. Mooi! Echt een goed paletje. Ik heb ook nog een nieuwe eyeliner. Van Pixie heb ik de Lash Line Ink Liner in de kleur Black Silk. Het is dus gewoon een simpele eyeliner pen van Pixie. Dus hiermee wil ik een wing gaan aanbrengen. In de mooie groene Pixie kleur. En dit is dan de punt. Ik vind hem er wel gewoon goed uitzien. Oeh, super zwart ook. Oké, ik wilde een best wel wat meer heftige wing maken en dat is gelukt. Fun fact over mezelf, ik vind het makkelijker om een heftige wing te maken dan een mini baby wing. Terwijl de meeste mensen het misschien andersom hebben, maar hoe heftiger de wing, hoe makkelijker het is voor mij. Dus dit ging op zich echt goed. Hij brengt glanzend aan, maar hij droogt goed mat op. Oké jongens, ik ben er op zich echt blij mee. Ik vind ook dat hij goed dekt, zoals je kunt zien. Ik moet wel zeggen, ik vind die van NYX ietsje beter. En die is volgens mij ook ietsje minder duur. Dus ja, ik zou in vergelijking gaan van NYX. Maar nu ik hem gewoon heb, hij is gewoon wel goed. Dus ik vind hem wel fijn. Oké, we zijn weer een beetje uitgezoomd. Nou, ik ben eigenlijk gewoon basically klaar. Mijn gezicht was al af en nu ook mijn ogen helemaal klaar. Nou, gaan we beginnen aan de lippen. Voor de lippen heb ik ook iets van NYX. Van NYX Cosmetics heb ik de This Is A Milky Gloss in de kleur Milk and Honey. En dan Honey is met een U, dus Honey, Honey, Honey. Ja, nou ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Een hele mooie nude kleur. Ik vind de kleur er echt prachtig uitzien. Volgens mij is het echt de perfecte nude. Kijk even dit. Die ga ik combineren met mijn fave lippotloodje. Ik geef jullie even een seconde om te raden op welke potloodje dit is. Oké, dat was genoeg tijd. Sweet Tea van Morphe. Goed geraden. Wauw, dit is echt een hele mooie nude kleur. Ook ruikt hij super lekker. Een hele zoetige. I like it. Heel mooi. Niet al te veel pigment. Lekker dikkig en creamy. Beetje vettig. Dikkig. You know. Een hele mooie glans ook. Niet te plakkerig. Dit is echt een go-to lipgloss. Nou jongens, dit was het dan voor vandaag. Ik ben een beetje in shock. Want alles is goed. Gewoon alles. Er zat gewoon vandaag niks bij dat ik niet goed vond. Deze gloss super mooi. En hij ruikt ook lekker. Goede basic eyeliner. Dit paletje ook echt toppie. Deze primer is echt de winnaar van vandaag. Echt, I love it. Deze, oh. Deze is
skin tint ook super mooi, alsof er gewoon niks op je gezicht zit. Deze concealer ook heel mooi. Een hele goede medium dekkende concealer. En dit paletje ook in shock. Ik ben er heel blij mee. Heel creamy. Heel mooi, alsof het echt gewoon super duur is. Dus er zat gewoon vandaag letterlijk niks bij waarvan ik denk, maar vooral niet halen. Dus ik ben vandaag echt heel blij dat gewoon alles gewoon heeft gewerkt. Ik ben ook heel blij met de look. Wat vinden we ervan? I like it a lot. Ik hoor graag jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Wat vonden jullie van alle make-up van de video? En wat voor video's willen jullie nog meer zien? Let me know, want ik ben altijd op zoek naar leuke video-ideeën om te filmen. Maar voor nu was het dan dit. Gewoon vandaag een hele positieve video. I like it. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!